Ik wil me nu voorstellen voor de Wheaties. Anita, volkoolklassiekers.nl, Bakker en Skok. KWC Kampen, Linda van Dijk. De Hoepers, Jane Riek. De Pissingcrossers, Iris van der Linden. Voor de Wikros, Johnny Vissers. Voor de Flying Devils, Anne Marijne Meulman. En last but not least, de lichter voor de Anne Mokink. Succes! Hier is een Willem 13 plus, dat is een heel breed begrip in dit geval. Want ik zie hier dames inderdaad van 14 jaar, maar ik zie hier ook dames van 40 voorbij. En daar laat ik het dan maar even bij. Dus even kijken wie ze goed vertrokken hadden. Maar de Mulman lijkt heel goed vertrokken. De Flying Devil uit Maden is inderdaad goed onderweg. En veel trouwens ook van Iris van der Linden, de Pissingcrosser. Zij sluit aan als nummer 2. Dat is het Mokink van 3, de dame in het rood dus. Op plaats nummer 3. Wie van de 4 is de nummer 55. Dat is gewoon weer direct. De Wipper is op plaats nummer 3. Maar de Mulman, de Flying Devil uit Maden. Zij leidt de dans. Zij komen neer van deze finale. En ze staan dan voor een overwinning. Nog één dat de finale pas geplaatst. Dus nu een beetje kortgezonden door de regen. En dan zien we dat ze een klein beetje stil van. Want het is van de Wipper die bijna een achtermoedje aantikt van Mulman. Maar Mulman, zij pakt toch een overwinning in deze categorie. De Cruisers wonnen 13 plus.